Hoe val jij als high-level VA op in jouw branche? Kijk, als er meerdere concurrenten, oftewel conculega's komen, dan is dat helemaal niet erg. Dat betekent juist dat we in een groeimarkt zitten. Je moet het zo gaan zien, dat het heel belangrijk is dat je goed nadenkt over de Blue en de Red Ocean strategie. Nou, wat is nu de Blue en de Red Ocean strategie? De Red Ocean, dat is de zee waar alle haaien elkaar kapot bijten qua concurrentie. En de Blue Ocean, daar zijn nog geen haaien die elkaar kapot bijten. Nou, wat je nu wil, is dat je in die Blue Ocean gaat zitten. Dat je je gaat onderscheiden van anderen. En dat er dus meerdere zijn, hè, die ook VA zijn. Dat betekent niet dat je je daar druk om hoeft te maken. Het gaat er juist om dat je gaat nadenken, hoe kan ik mij onderscheiden van anderen? Weet je hoeveel ZZP'ers en klein MKB dat er is die juist heel graag gebruik willen maken van VA? Sommigen weten nog niet eens van het bestaan af. Het is niet voor niks een van de beroepen van de toekomst. Dus, nou, er zijn nog helemaal niet zoveel VA's. Dus voor jou een unieke kans om daarop in te springen. Ik wil niet zeggen dat het niet belangrijk is om jezelf te onderscheiden. Nou, hoe kun je dat nou doen? Allereerst denk eens na om een specifieke niche te kiezen. Als je gaat kijken naar het VA-schap, heel veel VA's spreken iedereen aan. Maar als je iedereen aanspreekt in je taal, dan spreek je niemand aan. Dus ga eens kijken, wil je misschien kiezen voor een niche qua makelaars. Je kunt ook denken aan tandartsen of oogheelkunde. Denk misschien eens aan therapeuten. Waar voel jij je fijn bij? Wat is nou echt een niche die heel erg bij jou past? En natuurlijk, hoe beter je kiest, hoe makkelijker en aantrekkelijker je wordt voor klanten. Ook al denk je misschien dat je klanten laat liggen omdat je kiest. Maar dat wil niet zeggen dat je de laag eronder niet meeneemt. Juist in tegendeel. Als je kijkt naar mij, ik spreek ambitieuze moeders aan. Maar ook ik help vrouwen zonder kinderen. Ook ik help mannen om hun eigen bedrijf als high level VA op te bouwen op hun voorwaarden. Het tweede waar je voor kan kiezen is, voeg iets unieks toe. Iets wat iemand anders nog niet doet. Denk bijvoorbeeld aan een speciale tool die nog heel veel mensen niet gebruiken en waar jij wel kennis van hebt. Het derde punt is, vergroot één ding waar jij goed in bent. Ook al ben je goed in meerdere, maar vergroot één ding en maak dat groot. Zet dat in de spotlights, op je website, in je marketing. Bijvoorbeeld, ik ben de nummer 1 high level VA in Facebook adverteren. Ook al doe je meer, ook al doe je daar rondomheen andere dingen, dat geeft niet. Maar maak het groot. Het vierde punt is, maak combinaties van producten en diensten. Bijvoorbeeld, jij biedt jouw klant een traject aan. Voordat je gaat starten in de samenwerking, ga je een kick-off traject aanbieden. Dus dat wil zeggen een VIP-dag waar je samen gaat nadenken over de strategie. Oké, waar sta je nu met je bedrijf? Waar wil je naartoe? En wat wordt een strategisch plan dat we daarvoor gaan inzetten? Super cool als je dat kan combineren. Ik noem maar een voorbeeld, hè. Je kunt van alles bedenken. Het vijfde punt is, speel in op nieuwe ontwikkelingen. Nou, bijvoorbeeld, ga eens kijken in het stuk wat jij doet, hè, in jouw expertise. Is dat bijvoorbeeld marketing? Wat zijn nou de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van marketing? En wat kun jij daarin betekenen? Is er misschien een nieuwe tool die je daarvoor kan inzetten? Of kun je misschien slimmer automatiseren, digitaliseren, omdat dat juist ook heel erg van deze tijd is. Hoe kun je efficiënter gaan werken, tijd besparen? En dus ga kijken wat ontwikkelingen zijn die heel erg goed bij jou passen en dat je dat kan aangaan bieden. De laatste waar ik je in mee wil nemen is, beloof een resultaat wat nog niemand anders belooft. Zeg iets wat nog niemand anders zegt. En ook al voelt het misschien spannend omdat je een bepaalde belofte geeft, dat geeft niks. Spannend is juist, hè? Spanning betekent juist groei. Dus zeg iets waar je echt voor staat, waar je door het vuur voor gaat en waarvan jouw klanten zoiets hebben van, ja, kijk, bij haar moeten we zijn of bij hem moeten we zijn. Ik ben benieuwd, sta jij er al eens bij stil? Hoe kan je jezelf onderscheiden? Nou, ik ben heel benieuwd of een van deze tips jou heeft geïnspireerd. En super tof als je hieronder een reactie achterlaat. En ik wens jou heel veel succes.